Hallo. En welkom bij alweer, ja, al motherfucking weer, een aflevering van Vaag Vakantie Visionaires. Hallo. Wat hebben wij vandaag in gereedheid gebracht om hier weer een... topper van te maken. Allereerst Sjaaks, a.k.a. Sjaak van der Ham, a.k.a. Sjaaks, a.k.a. Little Jack, Radio Bad Dog. Kruidnoten. En een pepernoot. Een pepernoot. Ja. Yeah. Hallo pepernoot. Hallo pepernoot. Oh, lekker pepernoot. Nee hoor, het zijn meer pepernoten. Het is meer fout. Nee, dus dat heb ik. En dus er staat ons niks in de weg om hier weer een geweldige, fantastisch van te maken. Ja. Nou, vorige week was hartstikke leuk. Althans, ik vond het hartstikke leuk. En ik ga ervan uit dat jullie het ook hartstikke leuk vonden. Is er niet, moet jij weten. Laten we maar gelijk beginnen. We zijn er ook zo snel mogelijk weer vanaf. Dat had ik beloofd, hè, dat we er zo snel mogelijk weer vanaf waren. Want het duurde te lang. Althans, het duurde te lang. Tijd bestaat niet meer goed. Dus van Dani Alkurdi. Oh, sorry. We gaan het dit seizoen wat anders doen. Ik beantwoord alleen vragen over bewustzijn, mijn visie op het leven of medicijnplanten, a.k.a. entheogenen, a.k.a. psychedelics. Dus dat, want dan kunnen we een trapje omhoog op de evolutionaire spirituele ladder. En dat is waarom we hier allen zijn, toch? Dacht ik ook. Dus dat, en heb jij vragen? Moet jij weten. Van Dani Alkurdi. De titel is Vraagje. Jo. Want waarom zou je mij anders mailen? Waarom zou je Vraagvakantie Vincent dan mailen? Als je geen vragen hebt. Dani. Kijk, daar begint het al. Het begint al verkeerd. Nee hoor, het begint hartstikke goed. Dan weet ik dat jij een vraagje hebt. En dan kan ik daarop anticiperen. Op inspelen. En als je ergens op inspeelt. Dan speel je erop in. Hola VK Vins. Ik zag je oproepje op Instagram dat je weer een interactie zocht met je kijkers. Aangezien ik het je afgelopen jaar heb gecheckt en je onwijs leuke content maakt, ga ik je helpen met de interactie en krijg ik hopelijk een reactie. Ik hoop het ook voor jou, Dani Alkurdi. Ik denk dat jij een Koerd bent. Denk je? Ik weet niet zeker. Nou, Alkurdi is natuurlijk de Koerd. In het Koerds. Mijn persoonlijke ervaring met psychedelische... Ik kom er niet eens uit. En dat als kenner. Kun je nagaan. Mijn persoonlijke ervaring met psychedelische stofjes... / medicijnen is nog niet zo uitgebreid... maar alle ervaringen waren positief en liefdevol. Uiteindelijk kwam het er voor mij altijd op neer... dat alles draait om liefde. En één moment. Ik ben zo snel mogelijk weer terug. Want... ik had dit vraagje natuurlijk al gelezen. En ik had toevallig vandaag een boek gepakt. Die beantwoordde eigenlijk jouw vraag. Het is dat universum, hoe dat werkt, jongen. Het is heel bijzonder. Maar goed, en eigenlijk ook weer niet bijzonder als je weet hoe het universum werkt. Weet jij hoe het universum werkt? Stuur dan. Nee, dat gaat niet. Jawel, weet jij hoe het universum werkt? Vertel het ons en stuur een mailtje naar jemoeder43@hotmail.com. Hallo. jemoeder43@hotmail.com. Wie kent dat nummer niet? Even kijken hoor. Uiteindelijk kwam het er voor mij altijd op neer dat alles draait om liefde. En dat wanneer je alles hebt wat je kan wensen, het enige dat nog geluk brengt, anderen helpen is... Ik weet niet wat je vraag is, want jij snapt het volgens mij wel. Dani, de Koerd. Maar ook wanneer je niet alles hebt, is anderen helpen het enige wat geluk brengt. Oh yeah. Compassie noemen ze dat. Dat moeten zij lekker weten. En wij ook. Nu, om anderen zo goed mogelijk te kunnen helpen, wil ik mezelf verder ontwikkelen.
En ik denk dat psychedelische stofjes / medicijnen daar een bijdrage aan kunnen leveren. Ik denk het niet alleen, ik weet het wel zeker. Mits op een juiste manier gebruikt. Google even set en setting. Ga naar erowit.org. Daar wordt alles uitgelegd. Intentie, set, setting. Voorbereiding, toewijding. Dedication, toewijding. Respect, dankbaarheid. Nee, de flikkers zei. En ik denk op zich deze stofjes daarmee kunnen leven. Nu dus de vraag, vakantiefans. Het werd godverdomme tijd, vriend. Heb jij na een bepaalde psychedelica het gevoel dat je mensen beter je visie en energie kan bijbrengen? Een bepaald middel dat je leert hoe je anderen kan leren. Ik snap dat de vraag misschien een beetje vaag is, omdat ik het zelf ook nog zoekende ben. Nou, Vince, ik hoop dat je dit mailtje je bereikt. En die heeft mij bereikt. Poink, zo mijn bewustzijn in. Veel liefde en succes gewenst in deze trip die wij leven noemen. Van Dani de Koert. Nee. Ja, natuurlijk wel. Heb jij een bepaalde... Ja, nou, weet je, alle psychedelica... er zijn de vijf pijlers van de psychedelica, laten we het zo maar zeggen, zijn natuurlijk de paddenstoelen, LSD, de cactussen, peyote en San Pedro. Dan hebben we ayahuasca en dan hebben we de Bufo alvarius. Er zijn er nog meer, maar de hoofdpijlers. En dan hebben we het over 5-MeO-DMT, DMT, hoe noemen we dat ook alweer? Peyote, mescaline, psilocybine. Wat eigenlijk ook een soort van DMT is. En wat zijn we eerst? LSD. Die reken ik er ook onder, maar die is half synthetisch. Die komt van een schimmel. Dus nee, er is niet een bepaalde psychedelica die jouw visie en energie van liefde na de trip over kan brengen. Maar als je de trip op een juiste manier doet en je lessen daaruit haalt, en dat is met alle reizen die je doet met deze medicijnen, het allerbelangrijkste, zag je dat? Het leek net alsof ik mezelf aan het aftrekken was. Maar dat deed ik niet. Het allerbelangrijkste in het medicijnwerk is het integreren van je lessen in het normale leven. Kijk, het medicijnwerk zelf is misschien 5 à 10, max 10% van het werk. Het echte werk komt daarna pas. En dat is heel moeilijk in een systeem als deze, waarin je constant wordt meegezogen in een rat race en bijna geen tijd hebt om stil te staan bij alles wat je hebt geleerd. Maar probeer de lessen die je hebt geleerd, probeer ze als je nodig hebt op te schrijven. Of als je in een situatie komt waarin je denkt, oké, dit is wel een soort van, eigenlijk elke dag probeert het leven, want eigenlijk is het leven de grootste trip die er maar zijn kan, vuurt het leven elke dag lessen op jou af. En die kan je halen uit alles. Alles wat er op jouw pad komt, is door jouzelf uitgekozen toen jij daar als ziel bepaalde dat jij naar de aarde ging om te leren. Dus laat maar zeggen, een blaadje die van een boom valt, een vogel die voorbij vliegt. En dan heb ik het natuurlijk niet over de 100.000ste duif die in één keer voorbij vliegt. Maar als er in één keer een dier in je leven komt, wat eigenlijk normaliter niet in jouw leven is, dan wil dat dier jou wat vertellen. Dan kan je dat opzoeken als spirit animal, totemdier. Kijk, een vlinder bijvoorbeeld, die staat voor transformatie. En dat betekent dus dat jij, als die in één keer in je leven komt, transformeren. Laatst waren er heel veel spinnen ineens. De spin, waar staat die ook weer voor? Ik weet het niet meer. Ik had het opgezocht. En de uitleg klonk logisch voor mij in de fase waarin wij nu als wereld verkeren en waar ik ook in verkeer. Dus als jij daar wat van leert die dag, en de dag daarna krijg je, laat maar zeggen,
de nieuwe les toegeworpen en je doet wat met die informatie, dan krijg je die andere dag, of misschien diezelfde dag, nog een andere les. Maar de lessen kunnen zien in elke interactie met mensen, een gevoel wat je in één keer hebt. Weet je, als je in één keer een gedachte in je hoofd springt, negeer het niet. Oké, wat kan ik hiervan leren? Elke situatie die gebeurt, met althans, ik zeg niet dat dit de waarheid is, dit is hoe ik het zie, die gebeurt met een reden. En als jij die meeneemt in jouw evolutie en je doet er wat mee en jij, dan kom ik... Je leeft in liefde met die situatie. Dan ben ik klaar voor de volgende les. Liefde. De liefde. Deze stofjes, die wekken allemaal, ze heten entheogenen. De God in jezelf, of zo worden ze genoemd. Ze heet niet zo, we kunnen ze ook boterham met pindakaas noemen. Maar we hebben ze zo genoemd, entheogenen, de God in jezelf opwekkend. En God is liefde. De liefde in jezelf, alles is liefde. Alles is God, alles is creatie. De grote creator, dat is een onuitputtelijke bron van goddelijke liefde. Deze stoffen die wekken dat in jou op. En het, dus weet je, de liefde die wij door middels de liefde die wij mede door dit systeem bij ons meestal uit wordt geramd. Natuurlijk kan je wel verliefd worden op een wijf of weet ik veel wat, maar om puur vanuit je hart. Wij worden gebreineukt om vanuit ons hoofd, vanuit de mind te leven. Terwijl je eigenlijk uit je hart moet leven. Als je vanuit je hart leeft, dan komt het allemaal goed. Dan roep je de liefde over je af. Wie goed doet, goed ontmoet, zeggen ze ook. En dat brengt mij op dit boek. Een vriendin begon er gisteren over van mij en ik zeg, hey, ik heb het boek liggen. Ik heb hem eigenlijk nooit open gehad. Want ik zat ergens op een punt in mijn leven en dacht, ja, ik weet het allemaal wel. Weet je, als je weet dat God creatie is en creatie liefde is en alles is één, er is geen verschil tussen jou en mij. De bomen, de planten, de sterren, de zon en de maan. De tafel, weet ik veel wat allemaal. Ja, dan denk je dat je het allemaal wel door hebt. Wat eigenlijk heel arrogant is. Want hoe meer je weet, hoe minder je weet. Maar goed, ik was toch niet toegekomen aan dit boek. En het is ook best een dik boek. Even kijken. 666 pagina's. Hé, hey, dat klinkt niet heel liefdevol. Maar dat zal wel een reden hebben. En het begint met The Principle of Miracles. En het gaat dus A Course in Miracles, een cursus in wonderen. En er staat dus... Eigenlijk staat er op die eerste pagina, als ik hem goed heb gelezen, weet je, leef, wonderen gebeuren als jij vanuit liefde acteert. En dus eigenlijk heeft dat ook weer te maken met compassie, onbaatzuchtig geven, weet je wel. Maar het is niet zo dat als je vanuit liefde acteert, dan dat er liefde over jezelf wordt afgeroepen. En dan dus met die reden vanuit liefde gaat acteren. Dan werkt het niet. Je moet puur, want dan komt het vanuit je mind. Het moet echt vanuit je hart komen, weet je wel. Je ziet een oud vrouwtje en die kankerstraalt op de bek. Jij denkt, ik ga haar helpen. Weet je wel, of als je kinderen hebt, of een hond. Dat je denkt, geef ze een knuffel, of ik wil jou alles geven. Weet je. Er is ook geen verschil tussen jou en de ander, jou en de boom, dit en dit en dat. Kijk, voor je kinderen ben je lief, voor je hond ben je lief, voor je moeder ben je lief. Dat is iets natuurlijks, maar wij zijn vergeten omdat wij die anderen zijn. En omdat wij voor hun ook lief moeten zijn. Vanuit ons hart, niet omdat we er iets terug van willen hebben. Geld. Of zo überhaupt iets voor terug willen hebben. Ik doe lief tegen een wijf omdat ik er wil palen. Nee, zo werkt het niet. Want kijk, je kan lief doen tegen een wijf omdat je er wil palen. Of je kan lief doen tegen een wijf omdat je lief tegen haar wil doen. En waarschijnlijk ook een gevoel bij haar hebt. Wat uiteindelijk resulteert in palen. Weet je, de actie is ongeveer hetzelfde, maar de intentie erachter is anders. Dus de uitkomst is anders. Karma, actie, reactie. En het universum die reageert op intentie. Waar was ik gebleven? Dus
Je moet acteren vanuit je hart. Dat is hetzelfde als met muziek maken. Of wat ik altijd zeg, geef terug aan het leven. Weet je wel? Als jij een talent hebt. Weet je, heel veel mensen die zitten vast in dit kutsysteem. En die moeten naar school. En die worden dan voor de keuze gesteld. Ja, wat ga jij doen met je leven? Dan word je advocaat, weet ik van wat dan ook. Heel veel mensen die kiezen dan voor de centjes. Of voor een diplomaatje. En dat je dan later... Maar hoeveel mensen kiezen er vanuit hun hart, weet je? En het wordt je echt fucking moeilijk gemaakt. Maar als jij vanuit je hart dingen gaat doen... Stel, jij kan goed dansen, jij kan goed koken, jij kan goed zingen... Je kan goed verhalen schrijven, je kan goed fotograferen... Je kan goed voor andere mensen zorgen. Weet ik veel wat jouw motherfucking talent is... Maar als je vanuit je hart je werk gaat maken... Dus eigenlijk vanuit je liefde... je werk gaat maken, dan gaat het hele universum rollen. Speciaal voor jou. Dat is een beetje hoe het werkt. En daarom is het ook altijd zo mooi om te zien. In het begin, weet je, als geld nog niet zo'n grote rol speelt, in mijn optiek, maken mensen de beste films, of de mooiste muziek, of de beste kunstwerken, of weet ik veel wat allemaal. Maar zodra er geld bij komt kijken, dan gaan mensen heel vaak muziek maken voor het geld. En dan verliest de muziek zijn ziel. Snap je? Het verliest ziel. Het verliest liefde. Dat komt omdat de intentie niet klopt. Weet je, ik heb ook een tijd geleden... en ik doe het nog steeds af en toe wel eens... dat ik dan een filmpje maak om het filmpjes maken. Weet je, meestal is het gewoon van... dat ik ideeën heb en dan wordt er ook een soort van uitgekomen. Dan pak je de camera, of althans de telefoon... En dan wordt het er gewoon een soort van uitgetrokken. En dan hoef ik er niet eens over na te denken. Dan komt het er gewoon uit. En soms doe ik het nog wel nog een keer en nog een keer en nog een keer. Maar dan, hoe vaker ik het doe, hoe moeilijker ik het mezelf ook ga maken. Want dan moet je gaan kiezen. Er zitten er 10 filmpjes in je telefoon. Ja, en bij de ene is dat dingetje beter. Bij de andere is dat dingetje beter. Maakt het jezelf alleen maar moeilijk, weet je. Over het algemeen is het vanuit gewoon... Er komt er iets op en dan doe ik het. En dan is het goed. En dan moet je er eigenlijk niet veel over nadenken. Niet veel gewoon op internet pleuren. Dat is gewoon prima. Maar als ik er veel over ga nadenken. En weet ik veel wat allemaal. Schiet allemaal niet op. Ik heb natuurlijk wel nog. Hè? Ik heb natuurlijk al 2 filmpjes gemaakt over het boek Sit Volleyball. En de derde is op komst. En daar heb ik wel over nagedacht. Maar dat komt ook puur uit mijn hart. Daar heb ik 2 A4'tjes voor mijn tekst. Die moet ik aan mijn hoofd leren. En ik ben niet zo van aan mijn hoofd leren. Weet je, als moet dan moet het. Maar goed, ik heb best een soort intens zomertje achter de rug. En er is nog wat nasleep. Dus als ik er een tijd voor heb, dan ga ik het doen. Maar dat moet ook vanuit mijn liefde komen. Dat moet ook vanuit mijn hart komen. Dan moet ik er echt voor gaan zitten. Dan moet ik er zin in hebben. En dan komt het vanzelf. Maar goed, soms schrijf ik wel eens wat op, maar meestal niet. Moet ik weten. Waarom vertel je het allemaal, Vincent? Maar goed, dus dit is eigenlijk, dit komt om neer waar het boeddhisme, het hindoeïsme, eigenlijk het christendom en de islam, weet je. Compassie. Heb je naaste lief zoals je jezelf lief hebt. Weet je, vroeger vond ik geloof allemaal bullshit, maar uiteindelijk komt alles op hetzelfde neer. Wat gij niet wil dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. En wat gij wil dat u geschiet, doe dat een ander ook. Althans, dat is dan niet het spreekwoord, maar wees lief voor de ander, want daarvoor zijn we hier. Weet je, en moet jij zien wat voor wereld we dan gaan leven, gek? Als we dat met z'n allen gaan doen. Wow, motherfucking wow. Dus dat, en ja. Even kijken. Prayer, gebed. Heel belangrijk. Het gebed is een communicatiemiddel met boven. Wees dankbaar naar het leven. Weet je, 's avonds ga even bij jezelf na. Oké, wat voor lessen heb ik vandaag gekregen? Wat voor leuke dingen heb ik al meegemaakt? Waar kan ik mezelf verbeteren? Dus dat. En ga met die gedachte lekker slapen. Of hoe ga ik dat morgen doen? Ga met die gedachte slapen. En als je 's ochtends wakker wordt. Voor mijn part zet je wekker een kwartier eerder of een half uurtje eerder. Dan ga je even leggen. Of zitten. Of mediteren. Of weet ik veel wat allemaal. Dan denk je, goh. Hoe ga ik de liefde in de wereld inbrengen? Hoe ga ik vandaag dit doen? Hoe ga ik lief zijn voor de mensen? Hoe ga ik uit elke situatie het hoogst haalbare proberen te halen? En het hoeft niet altijd te lukken, weet je.
Maar als het doel maar het hoogst haalbare is, ja, dan kan je eigenlijk niet misgaan. Want dan is het hoogst haalbare, dat is motherfucking hoog haalbaar, weet je wel. Dat is fucking goddelijk. Dat is het hoogst haalbare. En beyond. Want het is oneindig, dat fucking universum. Dus je kan je nooit misgaan. Als de intentie maar goed is, dan kan je niet misgaan. Weet je wel? En soms maakt het leven je heel moeilijk. Want soms wil je, er gebeurt iets en wil je gelijk vanuit een... vanuit je ego reageren of emotie reageren. En het beste is om gewoon... wow, dit gebeurt? Oké. Dus dan even een stapje terug. Even aankijken. Wat gebeurt hier nou eigenlijk? Oké, hoe ga ik hier het hoogst haalbare uithalen? En dan acteren of niet. Want soms is niet acteren nog beter dan wel acteren. En ik bedoel met acteren dan actie ondernemen. Hè? Maar dat snap je niet. Want jullie zijn natuurlijk geen Mogol. Kijk, de Mogoltjes die zitten lekker naar Linda te kijken. Weet ik wat. Wij zitten hier naar te kijken. Hè? Want wij zijn de betere mensen. Nee, ja, dat zijn we helemaal niet. Maar ja, dat is ook weer een trap, weet je wel. Een spirituele trap. Waar ik heel vaak... Ik kom natuurlijk uit een hele andere scene. Ben ik de spirituele scene een beetje ingerold. Niet dat ik de andere scene gedacht heb gezegd. Hou ik ook nog heel veel van. Maar dat merk ik dan, weet je wel. In die scene, dat weet je, dat er een soort van, vaak een gevoel van verhevenheid heerst. En die heb ik zelf ook gehad hoor, toen ik er net mee bezig was. Verhevenheid boven de ander, maar ja, dan ben je weer aan het oordelen. Dus dan ben je helemaal niet verheven, dan ben je eigenlijk weer, goed, lang verhaal, andere keer. Dus ik heb eigenlijk je vraag al lang en breed beantwoord, weet je. Er is geen bepaalde, ja, ik kom weer terug, toch, ja? Ga jij maar eens even lekker op de boek staan, jongen. Hè? Dat staat lekker, hè. Lekker boekie, ja. Zo? Zo? Of zo? Shaki. Nee, dat ziet er goed uit, Shaki. Ik ben bezig met een Shaki t-shirt voor de kerst. Ik hoop dat die een beetje ergens begin december af is. Hoewel dat... Ik had een foto en die was weer kwalitatief niet goed genoeg. Nu heb ik gisteren een foto gestuurd. En ik hoop dat die wel goed is. Dus heb je hem ergens rond begin december dan... Ja, dan heb je hem ergens voor de kerst of zo. Hoop ik. Ik ga er 99 van maken of 111, dat weet ik nog niet. Die andere t-shirts zijn bijna op, daar had ik er 100 van gemaakt. Dus dan ga ik hier 111 van maken of 99. Moet ik weten. Maar goed, met Shaki komt eraan. Ik heb ook deze motherfuckers. Zie je deze? Ja, deze. Dit is de Big Kahuna. Die moet je verdienen middels ceremonies met de planten. Maar deze heb ik geregeld via een medicijnboer van ons uit Colombia. Die maakt deze shizzle. Die staan op mijn, hoe zeg je dat, website. www.vindustries.com. Ik zet hem hieronder. Daaronder zet ik hem. Niet hieronder. Nee, ik zet hem daaronder. Of hieronder. Ik zie het wel. Kom maar, het schoon. En die kan je daar, aanschaffen. Als je er een aanschaft, steun je daarmee het wereldwijde medicijnnetwerk. En het werk wat er met de medicijnen, met de planten wordt gedaan. En je steunt mij ook. Een beetje. Niet heel veel, want ik verdien er weinig op. Maar in ieder geval om het zootje draaiende te houden. Weet je, de t-shirt business en het hele flikkerse zootje. En van elke is er maar één. Want ik hou alles graag uniek. En dat moet ik weten. Dus ik hoop dat ik jouw vraag naar behoren heb beantwoord. Weet je ook weer? Koert. Nee hè? Dani de Koert. Dani Koert. Daan de Koert. Dani Al-Koerdi. Nou, prima toch? En mocht jij een vervolgvraag hebben, afgaan op wat ik jou heb verteld... Of denk je bij jezelf van, joh, vind je dat leuk nou allemaal, volgens mij zit het zo, dan hoor ik het graag van je. En duik zelf ook eens in zo'n boek, A Course in Miracles. En kunnen we daar eens even lekker over hebben, weet je wel. Laten we dat eens even doen. Of niet doen, ja, je moet het allemaal zelf weten. Ik heb net soep gegeten en dat... maar goed, het zou leuk zijn. Ik ben nu op pagina 3. Eigenlijk, nee, ik heb dit nu gelezen en... ja, ik ga me hier eens even op werken. De komende tijd. Want het is wel interessant. Ja, boeien. Dus dat. Er is geen hoofd. Nog even teruggaand op je vraag.
Er is geen ene die jou beter leert met je lessen om te gaan dan de ander. Weet je, de ene heeft meer impact dan de ander. Maar uiteindelijk hebben ze allemaal hetzelfde doel. En het ligt een beetje aan de manier waarop jij, hoe jij ermee omgaat. Hoe jij het beste in je leven kan integreren. En daarmee anderen kan helpen. Maar eigenlijk help je anderen gewoon door de liefde te zijn die je bent. Het licht te schijnen die je bent. Jouw giften aan het leven terug te geven en anderen te helpen. Want dat heb je zelf ook al gezegd. En ja, Jezus, ik doe tegenwoordig over één vraag, doe ik ongeveer bijna net zo lang als 6, 7, 8, 9 vragen van de vorige seizoen. Jezus, wat een vooruitgang boek ik. Maar goed. Nou, heb jij vragen over bewustzijn? Over medicamenten, a.k.a. psychedelics, a.k.a. entheogenen? Dan horen we ze graag van je bewustzijn, medicamenten of mijn visie op het leven. Of heb je een leuke comment op mijn uitleg van joh, Vincent, misschien zit het anders. Of misschien ga je dit boek ook lezen en dan kunnen we het daarover hebben. Prima, mail ze naar jemoeder43@hotmail.com. En dan zie ik jou volgende keer weer bij een nieuwe aflevering van... Wat? Vakantie? Hallo.